Toen het daglicht werd, was de schade pas goed te zien. De ravage van de brand in het winkelcentrum Weeshof is enorm. 6 winkels zijn niet meer te redden en de naastgelegen zaken hebben ook schade opgelopen. Het afgebrande winkelcentrum trok ook veel kijkers. Betrokkenen en buurtbewoners zijn geschrokken van deze catastrofe. Ik woon hier achter en sowieso altijd de boodschappen. En een bloempje halen, een broodje halen, dagelijks. Ja, het is triest. Veel mensen die wat ouder zijn en moeilijk ter been zijn, die kunnen nergens meer terecht ongeveer. Maar de mooie winkels die er waren, we hadden een bijzonder goede slager, een bijzonder goede groenteboer, een bijzonder mooie bloemenwinkel. En een bijzonder mooie en nuttige zaak op het gebied van de stomerij. Nou, dat is allemaal weg en er is geen alternatief hier. Ik hoorde de sirenes en dan kijk je meteen op Facebook en dan zie je de video's en de foto's, alles zie je voorbij komen. En je denkt, oh lieve help, die arme ondernemers. Ik woon niet in de Weeshof, maar ik was reuze benieuwd naar de omgeving. Nou ja, het is natuurlijk heel triest, vooral voor de kleine ondernemer. Het is maar te hopen dat ze goed verzekerd zijn. En de plannen waren er toch al om het te gaan verbouwen met appartementen en nieuwe winkelcentra. Dus ja, ik hoop dat de kleine ondernemer er niet de dupe van is. Misschien wordt het nu wat vervroegd, wie weet.